Yo mensen, mijn naam is Devin. Tof dat jullie kijken naar mijn video. Over kleine 9 dagen komt de PlayStation VR uit. En als de postbezorger een beetje snel is, heb ik hem over die 9 dagen ook gewoon hier thuis liggen. Er waren wat dingen die nog niet helemaal bekend waren over de PlayStation VR. En die ik toch wel graag wil weten. Sony heeft vandaag een website online geknald die je in de descriptie kan vinden. Met heel veel veelgestelde vragen en antwoorden erop. Daartussen heb ik een paar antwoorden kunnen vinden. Dus daar gaan we even langs lopen vandaag. Nou, om te beginnen was het eerste punt wat ik mij afvroeg. Kan ik nog steeds normale PlayStation games spelen op mijn tv of monitor? Terwijl die processor unit ertussen hangt en de PlayStation VR dus ook eigenlijk daaraan gekoppeld zit. Nou, het antwoord wat ik hierop heb gevonden is eigenlijk vrij duidelijk. Je hebt de HDMI kabel gaat in de processor unit. De processor unit stuurt hem door naar je PlayStation VR, maar ook naar je tv. Nou, op de PlayStation VR zelf zit een aanknop. Als je die indrukt, dan schakel je automatisch over naar de cinematic mode of gewoon naar het UI menu. In de PlayStation camera en op een social screen. Klik jij op het knopje uit op je PlayStation VR bril. Dan werkt de processor unit eigenlijk als gewoon een doorkaatsing. En stuurt hij rechtstreeks het HDMI signaal van je PlayStation naar je tv toe. Oftewel, de bril die staat dan gewoon uit. En jij kan gewoon nog steeds genieten van jouw normale games op je eigen tv-beeldscherm. Nou, dat is nice om te horen dat het gewoon nog steeds zo werkt. En tijdens het lezen kwam er eigenlijk een tweede vraag aan me op waar ik ook direct antwoord op kreeg. Support die processor unit ook 4K Ultra HD, zoals de PlayStation 4 Pro gaat doen? En kan ik nog steeds HDR-content uitsturen? Ook al zit die processor unit ertussen. Het antwoord wat ik hierop vond was dat tot 60 Hz... 4K, Ultra HD en 1080p gewoon door de processor unit gestuurd kunnen worden en dus gewoon op je beeldscherm terechtkomen, ook rechtstreeks doorgekaatst. Het enige nadeel is, mocht je een HDR-TV hebben, dan zit je dus in de shit en dan moet je 2 HDMI-kabels gaan leggen naar je tv toe. Want HDR-content kan niet door de processor unit heen gestuurd worden. Dus mocht je echt van HDR moeten genieten, dan moet je dus van de processor unit HDMI switchen naar een rechtstreeks HDMI je tv in. Zodat je alsnog HDR kan spelen, mocht je de PlayStation VR niet gebruiken. Een ander punt wat ik me afvroeg was, komt er misschien een YouTube-app waardoor jij de cardboard YouTube-video's met de PlayStation VR kan kijken? Nou, ik vond hier een best wel uitgebreid antwoord op. Ik kan even kort zijn, in het begin zullen er langzaamaan media-apps uitkomen. Maar wat het is, er staat dat het sowieso vanaf het begin af aan in de cinematic mode te zien is. Dus dan zit je in een virtuele bioscoop en dan kijk je naar een scherm. Nou, dat is natuurlijk niet wat ik bedoel. Ik bedoel dus echt de video's volledig in VR. Daar vond ik ook een antwoord op. Langzaamaan aan het begin van de release komen de media apps uit voor verschillende applicaties. Media applicaties wel te verstaan. En ik durf 100% zekerheid te zeggen dat daar YouTube tussen gaat zitten met een VR functie. Dus dat VR video's ook gewoon zullen werken met de PlayStation VR. Dus ga er vanuit dat dat komt. Ben ik bijna 100% zeker van. Kan ik bijna met 100% zeker zeggen. Maar ik werk niet bij Sony dus helaas. Wat ik daarnaast in dat antwoord vond was dat er naast games voor de PlayStation VR... ook niet-game VR experience komen. Bijvoorbeeld Walk the Line was er eentje die we hebben gezien in het begin van Project Morpheus. Wanneer je over een lijn heen liep. Het triggerde dan dat je liep. Maar je zag zomaar dat je over een lijn liep. Was niet echt een game. En er staat ook in dat Penrose Studios al bezig is met storytelling experiences. Oftewel verhaallijnen waarin je in zit. En ik zie ook staan dat er een serie op Fox komt. Die met de PlayStation VR in virtual reality te kijken is. Dus dat zijn toffe dingen. En ik ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Maar ja, dat zullen we vanzelf na 13 oktober. Een beetje langzaamaan gaan checken. Nou, daarnaast vroeg ik me af, hoe zit het nou gewoon precies met die 3D audio die processor unit voor jou genereert? Nou, het antwoord wat ik hierop vond was dat 3D audio inhoudt dat het gewoon zo realistisch mogelijk met de VR headset gecombineerde audio is. Links, rechts, achter, voor, boven, onder, dichtbij, ver af. Je hoort het echt heel precies en dan wordt ook, zoals je met het headset kijkt, perfect gegenereerd, beweren ze. En het schijnt zelfs natuurlijker te klinken dan 7.1 surrounding headsets. En het aparte van het verhaal is ook dat surrounding headset via USB werkt, is een digitaal protocol. En de bekende tulp-aansluiting is eigenlijk een analoog protocol. En je zou zeggen dat je met dat digitale meer kan dan met het analoge. En het bizarre wat ik daarna las, was dus eigenlijk dat die 3D-audio helemaal niet werkt met USB-headsets. En altijd gewoon met tulp. En wat houdt het in? Als je een 7.1 headset hebt, kan je hem ook gewoon gebruiken voor 3D-audio. Je moet hem alleen via tulp aansluiten en meestal krijg je zo'n tulp-connectortje erbij bij zo'n headset. En er staat ook bij, speel je games, heb jij een... 7.1 headset, zet surround mode uit,
Doe alles in stereo mode en sluit hem via Tulp aan de PlayStation VR headset. Dan krijg je gewoon de 3D audio zoals die hoort te zijn. Botst dat niet tegen elkaar op en dan klinkt het zoals het hoort te klinken. Nou, het klinkt voor mij nog allemaal een beetje vaag. Via Tulp kan je inderdaad wel gewoon spelen met surround om je heen. Dus het kan wel. Nou, natuurlijk hoor je nog steeds verschil per verschillende soorten headsets in de goedheid. Maar ze zeggen dus altijd dat je met elk headset die 3D audio kan krijgen. Ik ga 13e zien. Ik ben benieuwd hoe het gaat uitpakken. Maar ja, dit is het antwoord wat hun geven. Iets wat ik me vanaf het begin af aan ook wel afvraag is hoe de share button werkt en of die überhaupt werkt wanneer je het VR headset gebruikt. Ik heb het aan Yoshida gevraagd, de president of Sony Interactive Entertainment. En kreeg daar een fucking gaar antwoord op. Hij reageerde wel. En hij antwoordde met een of andere vage emoticon. Dus daar had ik dus helemaal geen reet aan. Dan staat er tussen deze veelgestelde vragen dat de share button gewoon werkt. Je kan screenshots maken, je kan gameplay opnemen en je kan livestreamen. Dat kan zelfs ook nog dus. En dit alles zal net zoals de social screen 30 frames per seconde zijn. En het rechte gedeelte van je oog, dus je rechte oog zoals je dat ziet in de VR headset, die wordt gerenderd naar je beeldscherm toe. En dat livestream je en record je dus ook. Nou, er is een nieuwe PlayStation Camera versie uitgekomen, de versie 2. Ik vond hem een beetje high-tech eruit zien vergeleken met het originele model die ik zelf ook heb. Ik vroeg me af, zit er verschil tussen versie 1 en versie 2 van de PlayStation Camera? Nou, je krijgt ook een duidelijk antwoord op. Er zit totaal geen verschil, nou, hij is gewoon redesigned, dus het uiterlijk is anders, de inhoud is gewoon 100% hetzelfde. Dus heb jij de oude camera, je hebt geen nieuwe nodig, dus top. Ik stond nog even een paar punten op die ik ook nog tegenkwam. Dat was dat zodra je met je VR headset speelt en iemand anders die zet naar een ander kanaal op de tv ofzo, of wilt dat anders kijken, dan kan dat gewoon en zul jij niet verstoord worden met je VR gameplay. Daarnaast staat er ook can I use my PlayStation VR with my PC or Mac? Dus kan ik mijn PlayStation VR gebruiken op de computer of op de Mac? Hier staat duidelijk nee. PlayStation VR is gemaakt voor de PlayStation 4. Punt. De HTC Vive die heeft natuurlijk room scaling. Hoe zit het met de PlayStation VR vroeg me ook wel een beetje af. En er staat, we raden je niet aan om te gaan lopen met de PlayStation VR. We raden je dan ook aan om het zitten te spelen. Omdat het veiligst is voor de VR experience. Nou ja, hartstikke tof ook op die manier natuurlijk. Maar ik heb zelf de PlayStation VR natuurlijk al getest. Ik heb ook bij Into the Deep kunnen merken dat als je naar achter loopt, naar voren loopt, naar links, naar rechts, dan ga je in-game ook vooruit, links, achter, rechts, hubblepub. Dus in theorie kan je wel een beetje lopen en dit triggert ook in-game. Bij Star Wars zag ik dat ook. En Sony heeft een aangeraden play area aangegeven. Dat is 1 meter lang, 2 meter breed. Dus in theorie kan je 3 meter lang en 2 meter breed gebruiken om een beetje rond te lopen. De demo's zijn er niet voor gemaakt, maar voor Into the Deep is bijvoorbeeld wel heel cool om te gaan staan. Dus dat kan. Een soort van een beetje wel. Nou, nog een tof feitje was, als ik in mijn cinematic mode met de bril op voor Battlefield 4 ga spelen, is de frames per seconde dan anders door het VR headset of ziet het er veel slechter uit? Hier staat duidelijk, je speelt niet op je eigen scherm, je speelt natuurlijk op VR headset, dus je hebt 1080p/69x1080 per oog. Maar je hebt gewoon 6 frames per seconde, de game wordt gewoon uitgestuurd volgens de originele resolutie. En die game ziet er dan ook zo uit in het headset. Dus in principe moet het gewoon zijn alsof je in een bioscoop zit en dan kan je zelf de grootte van het scherm instellen. En dan kan je lekker gamen. Ik kwam de vraag ook nog tegen of er plannen zijn om PlayStation VR games voor PlayStation Plus te geven. En de reactie daarop is, we kunnen daar op dit moment nog niks over vertellen, maar we kijken naar de mogelijkheden. Lekker standaard antwoord, kunnen we niks mee. Nou, verder is een leuk feitje dat de PlayStation Store gewoon een aparte categorie krijgt voor PlayStation VR. En waarin alle games komen met PlayStation VR mogelijkheden of volledig PlayStation VR game. Dus dat is onwijs handig. En daarnaast kan ik ook lezen dat er behoorlijk veel games al zijn die in het begin uitkomen die 90 frames per seconde zijn en niet echt 60, of ertussenin in ieder geval. 60 doet ook prima, 90 is gewoon top en 120 is gewoon OP baas. En staat dat er ook al wat games in demo zijn met 120 frames per seconde, maar dat het niet zeker is in hoeverre we dat nu al gaan zien en dat de toekomst meer 120 frames per seconde gaat brengen. PlayStation 4 Pro. Nou, dit is even wat info die ik met jullie wou delen. Ik bedank jullie voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal. En dan check ik jullie later. Oké. Okay.